Ik ga op bezoek bij een bijzondere overvechter, Toon Lagas. Ofwel, Toon de Woordenbender. Hij is dichter, schrijver en verhalenverteller. Maar hij doet nog meer. De Dom. Groot en statig kijkt hij uit over de oude gracht die kronkelend uitkomt op de Vecht. Afgesloten van zijn kerk door een storm en slordig werk. Staat hij nu op het mooie Domplein de bewaker van Utrecht te zijn. Hij wordt bezongen door velen, door zangers, supporters, die de liefde voor de stad en de club willen delen. Geschilderd door kunstenaars, gefotografeerd en beklommen door toeristen, aan onze Dom zal je de tijd nooit verkwisten. Mijn hart aan Utrecht verloren en aan die machtig mooie toren. Toon, ofwel Toon de Woordenbende. Hoe kom je aan die naam? Toon de Woordenbende is eigenlijk afgeleid van wat ik doe. Ik ben verteller, ik ben dichter, ik zing soms. En mijn gedichten en mijn verhalen zijn niet standaard. Mijn gedichten zijn niet de gedichten zoals je gewend bent. En daarom heb ik daar een woordenbende van gemaakt. En ik vond het wel leuk achter mijn naam, Toon de Woordenbende. Wat maakt jouw gedichten dan anders? Ik hou me niet aan taalconventies. Dus ik verzin soms ook maar wat. Of het hoeft voor mij niet per se te rijmen. En het moet lekker lopen. En mensen moeten er plezier aan hebben. Het moet goed klinken. En waar gaan je gedichten over? Mijn gedichten gaan over Utrecht. Over mezelf. Over verslaving. Over alles wat ik bewonder en waar ik me over verwonder. Over objecten. Het maakt niet uit. Alles wat ik mooi vind of waar ik me over verwonder. Of wat ik bewonder. Daar maak ik een gedicht over. Je maakt ook liedjes? Ja. En waarom doe je dat? Ja, ik vind het leuk. En als ik een... Ik heb geen muziekervaring, maar als ik een lied hoor, dan heb ik gelijk al een tekst in mijn hoofd. En meestal een Nederlandse tekst dan. En die ga ik dan gelijk opschrijven. En dan ga ik hem uitwerken. En dan maak ik liedjes. Ik heb bijvoorbeeld een liedje over David Di Tommaso gemaakt. En geschreven. Ja, dat had ik ook. Daar liep ik al heel lang mee. Van die man moet een lied komen. Ja, en ik heb zo'n prachtige stem. Ik denk, ik maak hem gewoon. Ja, dat is die voetballer die op het veld is overleden? Hij thuis overleden in slaap. Okay. Maar ja, 26 jaar. Wel heel jong. Ja. Hoe ontdekte je dat schrijven, dichten, theater, dat jouw passie was? Na 57 jaar werd bij mij ADHD ontdekt. Hmm. En toen kreeg ik in één keer rust in mijn hoofd. En toen merkte ik dat ik gewoon kon schrijven en alles netjes constructureren, of redelijk netjes constructureren. En toen kon ik in één keer verhalen schrijven, gedichten schrijven en dergelijke. En toen ik dat helemaal de smaak te pakken had, toen ben ik gelijk volle vaart doorgegaan. Lopen door de stad waar de Dom verrijst en de gracht stroomt. Waar het stadskantoor staat als een witte wand. Treinen komen en gaan. Waar ik verder wandel door mijn mooie stad in mijn lange jas. Jochie, Utrecht gaat toch nooit meer uit je kop. Langs de Dom, langs de gracht, langs de molen Hoogkatrijne. Een markante lange man in een stoffig zwarte jas. Daarachter verstopt zit een rood-wit hart.